Een echtpaar uit Schagen is juster verwoenen rekken bij een explosie op haar boot in de haven van Westskilge. Door nog onbekende oorzaak plofte een fles met campinggas uit elkaar. De man van 63 en zijn vrouw van 63 zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Amsterdam en Grains. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Pieter Wening komt stakken meer uit voor de Nederlandse ploeg Team Roompot Oranje Peloton. De 24-jarige hutfietser van de Harkema koos zijn contract bij de Australische formatie van Orica Green Edge verlengen, maar hij woe weer om naar eigen land. Wening het fjouwerier van Orica fietst. Frieske rappelboeren kunnen bot profiteren van de droogte. De opbrengst is, vooral in het zuiden van het land, wel 20% leger. Het gevolg is weer dat de prijs omheeg gaat. In Noord-Nederland is de opbrengst toch genoeg ruim wetter juist wel goed. De prijs die de boeren voor die rappels krijgen, wordt letter bekend. Het kunstwerk in de oude Lombardsteeg in Ljouwert is zo goed als compleet. Ljouwert is het laatste en grootste stuk van de metalen walvis op zijn plak zetten. Om de 18 meter lange kop in de smelle steeg te krijgen, moest er nog een randje voortflext worden. De middenstand hoopt dat door het kunstwerk meer winkel in het publiek naar de Nijstheid in Ljouwert komen zal. Juno Magdoeren is het, maar het zinnen erbij, nog noffelijk, maar zondje nog njontje graden. Morgen wordt het een hele warme simmerdij, maar 24 tot 29 graden. De eerste wind is matig en vrij krachtig, om de kusten op het water krachtig.